was born in a valley of bricks, where the river runs high above the rooftops. I was waiting for the cars coming home late at night, from that smelt it. Michiel Peters en ik schreven nummers thuis. Michiel kwam dan volgens mij elke zaterdag uit West. Op het Amsterdamstation haalde ik hem op. En dan gingen we naar het huis waar ik woonde. En daar namen we nummers op. Dat nummers opnemen is een van volgens mij de belangrijkste drijfveer van bandjes. Het vastleggen van wat je denkt het mooiste is. En daar kwamen andere jongens bij. Alex met een iets grotere bandrecorder. En Rob had ook volgens mij een andere bandrecorder. En die drumde. En vanuit dat gedoe met bandjes en met versterkers. En ja, gewoon monteren. Ontstond de band. Heel pop. Echt een popband. Onze helden waren ook popbands. Zoals de Kinks. Natuurlijk de Beatles, maar het was te moeilijk. En vooral de Kinks. Daar kon je goed naspelen. Yes. Oh no. Listen to me, lady, 'cause I don't wanna know whether it's yes. Oh no. You made it. Het was een ontzettend leuk liedje. Het was ook zoals de titel al zegt, ontzettend simpel. Maar ik vond het was heel Engels. En dan heb je een dat nummer. Ja, met een soort loopje in. En yes, doem, doem, doem. Oh no. Nou, dan, ik voelde hier een ongelofelijke hit. en niet ik alleen. En ook veel mensen die in onze buurt zaten. Die hadden zoiets van, god, dit is wel een een bijter. Dus, en het is een klein beetje gebeurd. Het heeft in de tipparade gestaan en het is gedraaid op. We hebben ermee in Top op een opname gemaakt. En dus je had het wel het gevoel dat het echt begon.